Hallo, ik ben Pieter Volder, dramaturg aan Opera Ballet Vlaanderen. Graag ben ik jullie gids door de opera Salome van Richard Strauss. Een opera gebaseerd op het gelijknamig toneelstuk van de Ierse auteur Oscar Wilde. Als muziekdramaturg bereidde ik de nieuwe productie in Opera Ballet Vlaanderen voor. Ik volgde de repetities op de voet en ik zag de spannende nieuwe versie van Strauss-Opera voor mijn ogen ontstaan. Felle muziek met oosterse kleuren, een boost van energie. Zo zet de dans van de zeven sluiers in. We bevinden ons in Judea, een gebied dat pakweg overeenkomt met de westelijke Jordaan over vandaag. Koning Herodes Antipas heerst over een vierde ervan en wordt viervorst of in het Grieks tetrarch genoemd. Om zijn zinnen te verzetten vraagt Herodes aan zijn stiefdochter Salome om voor hem te dansen. Hij belooft haar, onder Ede, dat hij haar zal belonen met wat ze maar wil en daarop stemt ze toe. Dat draait verkeerd uit. De Dans van de Zeven Sluiers is een van de hoogtepunten uit Richard Strauss' opera. Dit dansstuk van bijna tien minuten is meer dan een verplicht nummer voor Herodes die zijn stiefdochter hevig begeert. Salome bedient de koning op zijn wenken maar tegelijk broedt ze op wraak. Johannes de Doper, de profeet die in Herodes' paleis gevangen zit had haar afgewezen. Als beloning voor de dans eist ze niets minder dan zijn hoofd. Dat wordt haar effectief... Op een zilveren schotel aangereikt. De sopraan die de titelrol in Salome vertolkt, heeft niet alleen een straffe stem. Volgens het boekje moet ze ook goed dansen. In zijn toneelstuk Salome vermeldt Wilde de dans droogweg zonder enige beschrijving. Het was de componist die de dans maakte tot een dramatisch kantelpunt in de opera. Het moment waarop Salome alles in de strijd gooit. Om haar wil door te zetten en Herodes macht onderuit te halen. Althans voor even, want Salome's dans luidt ook haar ondergang in. De dans leent zich tot verschillende interpretaties. Vaak ziet men het als een striptease act. Waarin Salome effectief zeven sluiers één voor één aflegt. Maar meer en meer stellen regisseurs zich de vraag waar de dans nu echt over gaat. Is de erotische uitstraling van de prinses al niet genoeg om Herodes hoofd op hol te brengen? Danst Salome echt of improviseert ze maar wat? Feit is dat het orkest bij Strauss een heel verhaal vertelt waarin niet zozeer de verleiding van Herodes voorop staat maar wel de wraak op Johannes de Doper. Het verhaal van Salome speelt zich af omstreeks 30 na Christus. In Herodes' rijk zijn er vele spanningen. Politiek, religieus en maatschappelijk. Als dictator heerst Herodes over verschillende volkeren, maar slechts met moeite houdt hij de boel bijeen. Wat meer is, voor alle beslissingen hangt hij af van de keizer in Rome... Herodes is een vazalvorst in dienst van het Romeinse Rijk. De kopzorgen van Herodes beperken zich niet alleen tot zijn bewind. Ook binnen zijn nieuw samengesteld gezin lopen de dingen niet van een leien dakje. Herodes is immers hertrouwd met Herodias, de ex-vrouw van zijn halfbroer. Op die manier is Herodias de nicht van Herodes. Herodes krijgt meer en meer interesse. In Herodias dochter Salome, en dat wordt hem door zijn vrouw niet in dank afgenomen. En belangrijk ook, het huwelijk tussen Herodes en Herodias wordt aangeklaagd door de profeet en prediker Johannes de Doper. Hij bestempelt het als zondig en losbandig. Omwille van zijn hate speech houdt Herodes Johannes de Doper gevangen in zijn paleis. Herodias wil Johannes dood. Maar Herodes neemt hem in bescherming, omdat hij ervan overtuigd is dat hij een heilig en rechtschapen man is. Je begrijpt het, zowel politiek als privé tikt er een tijdbom in Herodes Rijk. De figuren die de opera van Strauss bevolken, komen oorspronkelijk uit de Bijbel. Zo kennen we Herodes Antipas als de man die Johannes de Doper uiteindelijk liet executeren en die onrechtstreeks verantwoordelijk was voor de dood van Jezus Christus. Johannes zelf voorspelde de komst van de Messias en doopte eigenhandig Christus in de Jordaan. Het stuk van Wilde en de opera van Strauss brengen dus bijbelse personages op scène, wat voor de censuur aan het einde van de 19e en begin 20e eeuw een probleem was. Het stuk van Wilde werd dan ook lange tijd verboden. Christus zelf komt niet voor in het stuk en in de opera. Dat was ondenkbaar in de toenmalige theaterpraktijk. Terug naar het verhaal. De opera begint met een banket ter ere van Herodes verjaardag. Aan tafel zitten zowel Joden, Romeinen als Egyptenaren. Wat bedoeld is als een verzoeningsmaal loopt al snel uit op torenhoge discussies. Van dat tumult heeft Prinses Salome genoeg. Ze vlucht weg van het feest. Niet alleen de ruzies van Herodes' gasten vervelen haar, ze heeft ook genoeg van haar stiefvader die haar constant begluurt. Waarom kijkt de tetrarch aldoor naar mij met zijn mollenogen onder die trillende oogleden? Zo vraagt ze zich geërgerd af. Tetrarch is de titel die ze steeds tegenover haar stiefvader gebruikt. Ze maakt duidelijk dat hij maar niet te dicht moet komen. Salome schept frisse lucht op het terras van het paleis. Uit de ondergrondse gevangenis weer klinkt de stem van Johannes de Doper, die het einde van Herodes' rijk voorspelt en die in geuren en kleuren beschrijft hoe losbandig Herodias wel is. Johannes neemt geen blad voor de mond. Hij verwoordt de diepe walging die ook Salome voelt. Zijn preken klinken als de stem van de bevrijding. Toch zijn Johannes en Salome allesbehalve geestesgenoten. Johannes is een religieuze fanaticus, terwijl Salome een verwend kind is dat baat in genot en luxe. Salome wil zich wreken op de wereld waarin ze verstikt, de wereld van Herodes machtsmisbruik. Ze zet haar seksappeal in. Want meer en meer is ze zich bewust van haar erotische uitstraling. Niet alleen Herodes valt als een blok voor haar, ook het hoofd van de paleiswacht, Narabot, kan zijn ogen niet van haar afhouden. Hij wordt door Salome verleid om Johannes tijdelijk uit zijn kerker te bevrijden. Daarmee gaat hij in tegen een verbod van de koning. De confrontatie tussen Salome en Johannes draait uit op een Battle of the Sexes. Salome test de kuisheid van de profeet uit. Ze bezinkt zijn lijf, haar en mond in prachtige volzinnen en dringt aan om hem te kussen. Met uiterste moeite weet Johannes de verleiding te weerstaan. Maar ook al gaat hij bijna onderuit, finaal vervloekt hij Salome als zondige dochter van Sodom. Deze vervloeking, zo weten we al, komt hem duur te staan. In de opera Salome komen geen sympathieke figuren voor. Herodes, Salome en Johannes hebben alleen oog voor hun eigen doeleinden. Alle personages praten of zingen langs elkaar heen. Ersan Montak, de regisseur van de nieuwe Salome in Opera barret Vlaanderen, focuste op het machtsspel waarin alle personages van het verhaal verstrikt zitten. Hij laat zich inspireren door parallellen Tussen de historische Herodes Antipas en Alexander Lukashenko, president van Wit-Rusland. Beiden zijn ze vazalvorsten in dienst van een hogere macht. Zoals Herodes afhankelijk was van onder meer keizer Tiberius, zo is Lukashenko de marionet van Poetin. Ze zijn zwakke, maar vrede subdictators die de cultus van de grote leider vertalen... in bouwwerken die je van je sokken blazen. Dat doet precies ook de grandioze set van deze nieuwe Salome. We zien een mastodont van een paleis, Herodes-paleis, in de kille sfeer van de vroegere Sovjet-architectuur. Ersan Montaak ontwierp het... en maandenlang werkte het decoratelier van Opera Ballet Vlaanderen... vol enthousiasme aan dit imposante stuk... Aan de buitenkant van het paleis, in grijze beton... ...zien we de koppen van Herodes en van zijn stiefdochter Salome. Salome, zo lijkt deze gevel te voorspellen... ...zal weldra haar moeder Herodias van de troon stoten. Alles ademt de sfeer van dictatuur en onderdrukking. Het is een groot contrast met het interieur... ...waar wilde en decadentie heersen. De decadentie aan het Hof van Herodes... Brengt het Rijk uiteindelijk ten val? In Montags versie van Salomé broeien er opstanden, zowel uit fanatiek-conservatieve als uit progressieve hoek. Salomé van Richard Strauss is een absoluut meesterwerk. De componist, die 41 jaar was toen de opera in première ging, liet zich van zijn meest vooruitstrevende kant zien. Zowel vocaal als instrumentaal verlegt Salomé grenzen. Een topcast en het symfonisch orkest van Opera Ballet Vlaanderen staan onder leiding van maestro Alejo Perez, die vandaag geldt als een uitmuntende Strauss-specialist. In combinatie met de nieuwe productie van Ersan Montaak, die anders dan anders is, wacht je als toeschouwer een voorstelling van formaat. Wil je meer weten over Salome? Kijk dan zeker in het programmaboek en op onze website operaballet.be of kom naar de live inleiding tot een van de voorstellingen. Ik wens je een fijne voorstelling.